Sven van Beek, ja, misschien verklaar je me voor gek, maar weet je aan wie ik moest denken toen jij die kopbal maakte? Nee. Cristiano Ronaldo. Oh, omdat hij zo hoog sprong. Ja, jij kwam ook zo ongelooflijk hoog. Hij doet het altijd uit stand. Jij had wel een aanloopje, maar snap je de vergelijking een beetje? Nou, zo wil ik het niet noemen. Maar ik denk dat ik goed timed en het was een mooie bal waardoor ik goed de bal kon inkoppen. Ja. Wel lelijk terecht, zag ik. Ja, ik kwam... Ik kwam op mijn zijkant van mijn bil. Maar ja, geen pijn? Doelpunt telt, hè? Ja, en een belangrijk doelpunt, want daarmee was de wedstrijd beslist, toch? Ja, inderdaad. Ik denk dat we vandaag niet goed begonnen. Ik denk dat Fortuna gelijk twee hele grote kansen heeft gehad. Maar gelukkig stond de keeper vandaag goed te keepen, die ons in de wedstrijd hield. Maar ik denk wel dat we de tweede helft genoeg kansen hebben gecreëerd. Dat we de wedstrijd al veel eerder weer hadden moeten afmaken. Dus al met al denk ik wel dat we verdiend gewonnen hadden. En toch even terug naar het moment dat Fortuna inderdaad in het begin van die wedstrijd gevaarlijk is. Je komt uit een hele vervelende zaterdag bij PEC. Je ziet aan jullie, jullie willen de fel opklappen. En dan kan Fortuna gevaarlijk worden. Hoe kan dat gebeuren? Ja. Nou, als je daar het antwoord nou toch eens op zou hebben. Hè? Ja, als ik het had geweten, dan was het, als iedereen het geweten had, dan was het niet gebeurd. Maar ja, soms gebeuren er dingen in het voetbal waar je je hand niet op kan drukken. En, maar het gebeurt. Hoe is dat nu, dat vertrouwen bij jullie? Het lijkt ook nog zo broos. Het wil ook nog niet spetteren op het veld. Ja, het ziet er inderdaad niet altijd even mooi uit. Alleen, ik denk wel dat we het kunnen en wel eens hebben laten zien dit seizoen. Alleen... Ja, het gebeurt niet wekelijks. En waar dat dan aan ligt, ik zou het niet durven zeggen. Nee, maar misschien moet er wel over nagedacht worden. Want zondag komt de Ajax, waarin misschien in de competitie niet zo gek veel meer op het spel staat. Maar je wil hier een uitverkochte Kuip laten zien natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat dat altijd een wedstrijd op zich is. Het is altijd een hele andere wedstrijd dan andere. De ambiance is natuurlijk gigantisch. Ik denk wel dat we inderdaad moeten laten zien dat wij hier de drie punten houden. Maar als je toch ook, zoals fases vandaag en zeker zoals in Zwolle speelt, dan ja, is het denk ik bij menig Feyenoord supporter een vrees dat het wel eens ernstig mis kan gaan zondag. Ja, dat mogen ze zeker denken. Alleen ik denk dat het aan ons... Is dat terecht, die gedachte? Ja, het is wel terecht natuurlijk. Wij spelen niet altijd even goed dit seizoen en dat weten we denk ik zelf ook. Alleen het is aan onze taak om te laten zien dat het wel zo is. En dat is het enige wat we kunnen doen. Alles op de beker? Nou ja, we moeten de beker moeten we wel binnenslepen. Alleen ik denk dat de derde plaats ook gewoon veilig moet stellen.